een nieuwe video. Ik heb vandaag de nieuwste Styletone en die ga ik samen met jullie unboxen. Dit is de Styletone Ultimate Box. Ik weet dat er 3 abonnementen zijn. Dit is de duurste van €29,95 per maand. En als het goed is staat hij in het teken van amour, van de liefde. Dus ik ga hem samen met jullie uitpakken. Een kleine sneak preview. En ik zal ook alle informatie even in de beschrijving zetten van de prijzen en zo en alle producten. Als eerst natuurlijk het boekje. Styletone Ultimate Box Amour. Dat had ik namelijk op Facebook voorbij zien komen dat, dat dit het thema is. Een box voor liefde, kan dat? Wij vinden van wel. De producten in deze box laten ons harten sneller kloppen. We hebben de producten samengesteld om een prachtige make-up look te maken. Heb je een leuke Valentijnsdate op de planning? Maak jouw look af met deze fijne producten. ik heb al 9 jaar een relatie. We hebben volgens mij in die 9 jaar tijd 1 keer Valentijnsdag gedaan. Dus dat is niet zo voor ons weggelegd. We maken het liever op andere dagen nog extra gezellig. Wat kun je in deze box verwachten? Deze box bevat weer 5 heerlijke producten voor een prachtige, liefdevolle look. En verder ga ik niet lezen, want er staat al een beetje opgenoemd wat erin zit. En dat wil ik nog niet weten. Maar goed, Valentijnsbox is het. Vorige maand was ik eigenlijk heel enthousiast. En die producten gebruik ik ook bijna allemaal. En ik vouw het boekje open en hij zit weer bomvol met... volgens mij wel mooie producten. Ik probeer niet te kijken, maar ik wil het boekje er wel graag bij houden voor de prijzen en voor de extra informatie. Ik begin met het eerste product uit het boekje en dat is van #GiveThemLalaBeauty. Ik heb hier echt nog nooit eerder van gehoord, maar het is een lipgloss met een matte gloss, stond er. Een hydromatte lipgloss. En het is in de kleur I Love You. En ik zal hem even zwartje. Oeh... Die is goed gepigmenteerd. Zoals ik al zei, de pigmentatie ziet er goed uit. Ik bedenk me alleen net, ik heb helemaal geen doekjes om het eraf te halen. Dus ik zit de hele video met dit op mijn handen. Maar dat maakt niet uit. Het is in ieder geval een mooie kleur. Dit product heeft een waarde van €16. Dus ik ben hier wel heel erg blij mee. En ik zag net, want ik moest de video even stoppen, pauzeren. Want de vuilniswagen kwam in de straat en dat maakte te veel herrie. Dus ik zat een beetje nieuwsgierig in de box te kijken. En dan zag ik nog een product van dit merk. Dus... #GiveThemLala. En ik ga straks eerst even online opzoeken wat dit precies voor merk is of waar het vandaan komt. Want ik heb het echt nog nooit van gehoord. Maar er zit ook een zwarte eyeliner in. Die ziet er zo uit. Ik ga hem niet openmaken, want ik gebruik bijna geen eyeliners. Dus ik laat deze dicht zitten en die gaat dan of in de tas voor donatie of voor de tas in de winactie. Maar dit product heeft een waarde van €20. Dus het is echt super netjes dat dit er al in zit. Dan haal ik er een losse oogschaduw uit van Gorsh. Het ziet er zo uit. Gorsh was vroeger altijd te koop volgens mij bij Kruidvat, maar is uit Nederland weggegaan een tijdje. Is weer terug en is volgens mij nu alleen online verkrijgbaar. Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, leuk dus dat hij hierin zit. En het zit in zo'n potje. En ik wil hem heel graag zwartje. Mijn hand is toch al vies. Dus dat gaan we ook even doen. Even zoeken naar de kleur, want het staat heel erg in het klein op. Maar dit is 001 Satin. En deze ziet er zo uit. Een los oogschaduw kun je gewoon met een kwastje, met een oogschaduwkwast aanbrengen. Maar ik vind het ook wel handig om een beetje in het dopje te doen en gewoon met mijn vinger aan te brengen. Dat werkt net zo snel en handig. Waarde van €9,99. Dan nog een merk wat ik ken, al jaren ken. Lloyd & Barry. En die komt ook best wel vaak voor in boxen. Daar ken ik het merk eigenlijk. Daar heb ik het merk van leren kennen. Ik heb er ooit mee samengewerkt. Dus is ook een super mooi merk. En dit is een, wat is het? Concealer stick. Nou vind ik concealer en foundations vind ik altijd best wel tricky om dat in een box te doen. Want niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde huidskleur. En bij niet iedereen gaat het dezelfde tint passen. Dus dat is best wel tricky om dat erin te doen. Kleur karamel. En dat bedoel ik dus. Het is een concealer stick. Maar dit is voor mij al te donker. En dat vind ik een beetje jammer eigenlijk. Van het product, hij kost €21. Maar voor een product wat ik niet kan gebruiken, omdat die voor mij echt wel te donker is, vind ik het toch een beetje jammer dat dan niet een mooie lipstick of een blush of wat dan ook van dit merk erin zit. Want ik zelf kan dit niet gebruiken, dus ik ga kijken of ik iemand anders mee kan blij maken. Mijn oog op iets roze, namelijk van Golden Rose, de Miss Beauty Mascara, High Definition Mascara. Deze heeft een waarde van €5,95 en ik laat hem dicht zitten, want ik heb momenteel best wel wat mascara's open liggen. Dus ik denk dat ik deze in de donatietas ga doen of in de winactietas. Maar dit is natuurlijk wel leuk om met samen met je Gorsh losse oogschaduw een ooglook te maken voor Valentijnsdag of voor wanneer dan ook.
Als we dan toch over het thema Valentijnsdag en liefde hebben, dan past deze verpakking van Masouda Milano daar natuurlijk enorm goed bij. Red Valentine van Masouda. En dit is een blush, een gebakken blush. Ik moest even kijken. Hij heet Little Mama. Dit is de verpakking. Dit is echt voor mij een pareltje uit de box. Ik had deze blush al wel online gezien bij Douglas volgens mij. Maar niet besteld, want ik dacht, ik heb het nog niet echt nodig, weet je. Maar nu dat ik hem in mijn handen heb, denk ik, wauw. Dat is echt een hele mooie blush. Misschien dat ik hem wil gebruiken voor een Instagram foto of voor een review. Zo mooi vind ik hem. Dus ik laat hem nog even graag intact hoe die is. Maar ik ben hier heel erg blij mee. Dan het product waardoor de box zo lekker ruikt. En ik val een beetje in herhaling, maar ja, dat krijg je als je al 8 jaar over nieuwe beauty lanceringen schrijft. En dat is namelijk dat ik het merk Belade en Provence ook ken. Daar heb ik ook eerder mee samengewerkt. En dit is de Delicate Solid Shampoo Bar voor Fijn Hair. En het product zelf is super goed, alleen er zit lavendel in. En ik vind de geur van lavendel niet zo. En deze ruikt echt wel heel erg naar, echt, of dat je in een lavendelweide staat. Het ziet er zo uit. Deze Solid Shampoo Bar heeft een waarde van 7 euro. De werking is dus echt super fijn. De geur ook, als je ervan houdt. Ik ken iemand die hier heel erg blij mee zal worden. Dus ik ga deze weer in een doosje doen en aan haar geven. Zodat zij hem lekker kan gebruiken. Dan gaan we weer bij het ene laatste product. En die is van Louis Witmer. Dit is de Remederm Lippenbalsem voor droge en gesprongen lippen. Om van een favoriet product een backup te hebben. En de waarde hiervan is 8,50 euro. Helaas alweer het laatste product. En dit is van het merk Argan Plus. Volgens mij zat daar van vorige maand een body butter in. En nu zit er een Ultra Gentle Body Wash. Rose Otto Olie. Rose Otto Olie. Nou, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Een body wash. Die van 50 milliliter. En hij heeft een waarde van 4,99 euro. Prijs heeft Bakker opgeteld. Ik betaal dus 29,95 per maand. En de waarde van deze box is 108,38 euro. Dus ja, dat is een mooie waarde, vind ik. Als ik dan kijk naar hoe bruikbaar de producten zijn, is alles eigenlijk wel bruikbaar op één product naar. En dat is de concealer van Lord & Barry, omdat die voor mij gewoon te donker is. En daar heb ik denk ik ook al genoeg over gezegd. Dus daar gaan we niet te lang bij blijven hangen. Niet alle producten kunnen elke maand alleen maar voor mij goed en passend zijn natuurlijk. Ik ben erg benieuwd wat jullie ook van deze box vinden. Dus laat dat zeker hieronder weten in een reactie. En als je dan toch reageert, laat dan ook een duimpje omhoog achter. En abonneer je gratis op mijn YouTube kanaal. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.